Het berekenen van een vlonder. Klik de vlonder tool aan en ik klik op stel uw vlonder samen. Hierin kan ik de grootte bepalen. Bijvoorbeeld vlonder 5 meter en 4 meter breed. En zo meteen kan ik nog de legrichting bepalen. Dat ga ik nu doen. Deze situatie liggen de planken zo in de lengte. Dit de 5 meter, dit de 4 meter. Maar ik kan hem dus ook slag draaien en dan krijg ik deze legrichting. Ik kies even in dit voorbeeld voor legrichting 1. Ik ga verder met de fundering. Wij zeggen, bouw een vlonder bij voorkeur op piketpalen. Zo heb je voldoende ruimte voor ventilatie. En zijn je onderbalken stevig gemonteerd aan de piketpalen. Dus ik laat in dit geval even staan op piketpalen. Dan heb je een situatie met bijvoorbeeld een betonnen ondervloer of een ondervloer van tegels. Dan kan je ook werken met deze opties. Of je kan, zoals men veel in België doet, vlonder bouwen op stoepbanden. Ik ga verder met piketpalen naar de plankkeuze. We hebben bij Gadero heel veel verschillende soorten planken. Die hebben we hier onderverdeeld in hardhout voor clipsmontage. Dan heb je de onzichtbare clipsmontage. De gewone hardhouten vlonder planken voor schroeven, de geïmpregneerde en die van Larix Douglas. Ik kies, zoals de meeste klanten doen, even voor het hardhout met schroef. En ik ga voor deze populaire bankje daar 2,1 cm dikte, 14,5 breed. En klik op verder naar de onderbalken. Ook hier kan ik weer kiezen tussen hardhout en geïmpregneerd. Larix onderbalken doen we niet, want deze zijn niet geschikt voor onder een vlonder. Daar is het toch iets te vochtig voor. Ik kies voor deze 4,5-7 hardhout. Ik ga verder naar de piketpalen. Daarvoor is de meest standaard de 6x6 1 meter. Die ga ik hier ook selecteren. En het mooie is dat je nu een aantal opties krijgt met hoe de naden van de planken zullen zijn en het prijskaartje erbij. Want je zult zien, korte planken zijn bij ons altijd iets goedkoper, logisch, want hier zijn er ook meer van. En de schaarsere lange lengtes, die zijn iets duurder. En je ziet hier de verschillende patronen en de bijbehorende prijs. En er is zelfs een optie voor geheel naadloos. Kies even voor een middenweg. En dan ga ik voor deze. Mocht je kiezen voor vlonder met heel veel korte stukjes, zorg dan zeker voor dat dergelijke planken die echt opgesloten zitten tussen twee andere, ook op de kopse kant, tussenruimte hebben. Dit wordt vaak vergeten. Dan gaan we naar de balkopties. Ook hier zijn weer verschillende mogelijkheden qua lengtes. Zelf wel fijn om altijd gewoon met één lengte balk te werken. Dus ik kies in dit voorbeeld even deze optie. Uiteraard horen daar vlonderschroeven bij. Die selecteren we hier. En met de M8x120mm slotbout kan je eenvoudig de 6x6 piketpalen aan de 4,5x7 onderbalken monteren. Grondboor kan handig zijn. Een wortelboek. Ditjes. Uitzettouw. En een verzinkbordje raad ik aan als je de gladde zijde naar boven richt. Wat steeds meer mensen doen. Dan kan je even mooi het boorkopje verdiepen. Die selecteer ik ook. En dan ga ik naar het overzicht. Eigenlijk een geheel overzicht wat ik geselecteerd heb. Kan je in één keer bestellen bij Gadero, mocht je er helemaal uit zijn. Je kan ook de tekening downloaden of het ontwerp naar je toesturen. Door hier gegevens in te vullen, hier het e-mailadres. Zo heb je een geheel ontwerp in je mailbox. Dat raad ik zeker aan om te doen. Wil je bestellen?
Klik dan op deze groene button. Zo plaatst het systeem alles in je winkelwagentje. Kan je dus heel eenvoudig bestellen.